Welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vorige week was de beurs in Houten weer. En ik heb daar gekocht een rollenbaan. Hij ligt hier voor me. Het idee hiervan is dat ik een aantal van deze rollen heb die ik kan verschuiven. Waar ik vervolgens een locomotief op kan zetten. Zodat ik kan testen of alles werkt en of alles op een goede plek zit. Zonder een meter rails te moeten hebben met op en neer rijden. Hier staat nu analoog op, denk ik. Staat hier analoog op? Hier staat analoog op. Digitaal heb ik hier ook liggen. Die kan ik wisselen met een stickertje. En is dit een goede? Volgens mij niet. Even kijken hoor. Ik heb verschillende. Ja, deze zou wel moeten werken. Oh. Zo. Je kunt horen dat de trein loopt. En even kijken. Ja, deze wielen lopen hiervoor, zo te zien. Zo te voelen. Achter niet, want dat zijn losse wielen verder. Zo kan ik testen of mijn aansluitingen goed zijn en kan ik rustig aan een trein werken. Ook het inprogrammeren betekent niet meer dat mijn trein gaat lopen. Nou, heel handig ding. Ik wilde hem al wat langer, maar er is moeilijk aan te komen. Ja, er is één man die ze verkoopt in Houten en die had ik een hele tijd niet gezien. En wat ik ook in Houten heb gekocht is een koppelstuk voor de Pico. Wat is de mat 45? Zeg ik dat goed? Ja, nee, mat 54. Mat 54. Die heb ik een hele tijd geleden gekocht. En die had zijn koppeling is afgebroken. En was ook, ik heb geprobeerd te lijmen, maar bij een beetje, als je er een beetje kracht op zette of alleen al probeerde te koppelen, dan brak die weer af. Iemand heeft mijn goede schaar meegenomen. Zo. Kijk, dit is het hele koppelstuk. Dat hoort dan hier onder achterin in te zitten en hiervoor moet je hem aansluiten. En deze is, zoals je kunt zien, afgebroken. En de onderdelen die hierin zaten aan deze kant, die zijn er ook uit. Dus die mag gerepareerd worden. Daarvoor moet eerst de oude koppeling losgemaakt worden. Die zit nog vastgesoldeerd. Die moet eruit, nieuwe koppeling erin. En dat zou in principe prima kunnen op deze rollenbaan. Zo. Eens kijken of deze al warm is. Ik moet mijn soldeerpunt ook weer vervangen. Maar telkens bedenk ik dat als mijn soldeerbout al goed warm is. Dus het komt er niet van. Dat is één. Nu kan ik me weer gaan aanleren dat ik voortaan mijn werk doe op deze baan, zodat ik meer in beeld blijf. Zo. Dit is de oude. Kan nog handig zijn als ik die in de toekomst nog eentje wil nodig hebben. Ik heb hem natuurlijk maar aan één kant, maar misschien dat ik met lijm en ik weet niet. Ik ga hem in ieder geval niet wegdoen. Sowieso zijn de draden handig. En de nieuwe. Dat ging bijna goed. Nou, dit wordt toch een beetje off-camera werk. Zo.
Oh ja. Hier hoort ook nog een veer bij. Dan hoop ik dat ik die nog heb. Anders moet ik die nog gaan zoeken. Dit is het zakje met alle oude onderdelen. En dit is de kleine veer die eruit komt. Nou, hoe graag ik dit ook mooi in beeld zou willen doen, is mijn ervaring met kleine veertjes, dat je dat niet moet proberen. En gewoon moet proberen het voor elkaar te krijgen op een of andere manier. Ik denk dat ik zo even terugkom als dit gelukt is. Zo, hier zijn we weer. Nou, wat ik heb gedaan. Ik heb hem via de bovenkant erin gedaan. Alles op zijn plek gezet. En met het veertje. Ik heb nog alles van vliegen zijn heel eind weg. Dus ik heb gewoon een vrij groot lomp ding gepakt. In dit geval deze stekker. En hieraan heb ik een stuk metaal gesoldeerd met een haak. Daar heb ik de veer aan vastgemaakt. De haak dichtgeknepen. En vervolgens heb ik hem erop gedaan. Heb ik hem ook met dit gespannen het lusje over de andere kant heen getrokken. En daarna heb ik het resterende stuk metaal heb ik eraf geknipt. En er zit nu nog een klein beetje metaal om die veer heen. Maar het zit zo ver in het plastic dat je het bijna niet ziet. En hij heeft er ook geen last van met bewegen. Dus op die manier heb ik in ieder geval voorkomen dat ik mijn hele schuur door moet gaan zoeken naar waar zo'n klein veertje heen gegaan is. Dat betekent nu dat de plastic behuizing er weer op kan. Er komen de schroeven uitgevallen. Ik heb deze natuurlijk flink losgemaakt om overal goed bij te kunnen. En ja, de draden moeten dadelijk nog vast. De schroeven moeten er nog terug in. Maar ik vind het vastzetten van een veertje van 3-4 mm vind ik het meest lastige van zo'n reparatie. De rest, dat komt wel goed. Zo, kom. Ook zoals deze schroef die absoluut niet wil, komt wel goed. Eerst de kabeling doen. Die komt hier mooi netjes uit. Zo. Gaat hier overheen. Het onderstel zit ook weer op zijn plek. Dat heb ik er even afgehaald. Zodat ik makkelijker bij de bekabeling kon. Of de, voor de veer, bij de veer kon. Zo. Nou, dat komt goed. Hop, hop. Deze komen hier samen met de rode. En de zwarte. En een mooi stukje plakband. Of twee. Nu heb ik. Deze zit vrij los, die komt hier op zijn plek. Geel moet hier. Oké. Zo. Wit. Moet bij wit. Heb
ik nog tin liggen? Ja. Dit is allemaal niet zo heel moeilijk. Wit moet bij wit, blauw moet bij blauw, rood moet bij, geel moet bij geel. Zo. Het ruikt een klein beetje naar plastic hier. En nu is het een kwestie van alle schroeven vinden, vastzetten. En hij is weer klaar. Dit is de kap die erbij hoort. En dit is het andere treinstel met de koppeling waar die aan vastkomt. En dan is deze weer compleet en rijvaardig. Dus dat was een kleine demonstratie van de rollerbank. Even kijken of die nog wil. Van de rollerbank in ieder geval. En een korte reparatie van, oh kijk, zelfs de lampen doen het een beetje. De rollenbank en een reparatie van een mat 45 van Pico. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.